De schrijnende armoede in het land neemt steeds ergere vormen aan. Dit bracht NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis vandaag onder de aandacht van de regering tijdens een vragenuurtje in de Nationale Assemblee. Prijzen van goederen en diensten worden steeds marktconform gemaakt. Echter blijven de lonen roesten. Kensenhuis zegt dat het mooi is dat het minimumuurloon per 1 juli is opgetrokken naar 35 SRD. Maar simultaan schieten de prijzen van goederen en diensten omhoog. Zelfs de brandstofprijzen blijven stijgen met als gevolg dat de prijzen van goederen en diensten onder een enorme druk komen te staan. Voorzitter, we hebben gemerkt dat de karige koopkrachtversterking van SRD 1800 om SRD 2500 een druppel op een hete plaat is, die binnen een seconde verdampt. Het besteedbaar inkomen is enorm geërodeerd. Mensen komen niet uit met hun lonen. Kan de regering ons concreet aangeven welke maatregelen verwacht mogen worden? We missen, voorzitter, als we kijken naar het prijzenbeleid, dan missen we controle. Ik vraag me af als het ministerie van ESOT nog bestaat. Het laatste dat we van de minister hebben gehoord is de verdediging van de 50% koopkrachtversterking die de regering zichzelf heeft toegekend, maar over de torenhoge prijzen, koersopdrijving, etc. wordt er niet gesproken. Kensenhuis vroeg ook hoe de koers beteugeld zal worden en wat het beleid is bij de bepaling van de brandstofprijzen. Het DNA-lid meent dat de samenleving de situatie in het land niet meer aan kan en drukte de leiders van het land op het hart om te werken aan een beleidsombuiging. Aan de andere kant vroeg PL-parlementariër Evert Carto wat er gedaan is met de tweede tranche van IMF en met de miljoenen die Nederland aan Suriname heeft gegeven. Wat is er precies met deze middelen en gelden gedaan, de donatie die wij krijgen? En kunnen wij een overzicht krijgen van alle donatiemiddelen en besteding van alle middelen? Want 3 jaren zien wij nog geen productie van de grond komen, voorzitter. Carto vroeg aan de hand van de verruwing van de agressie bij schoolkinderen wat het beleid is van onderwijs als het gaat om de veiligheid van de leerlingen en leerkrachten. Hij vroeg dringende aandacht voor dit probleem. In het nieuws van morgen komen we terug op deze DNA-vergadering.